Als een bedrijf zoals Shell zulke grote winsten maakt, zoals het bedrijf in het verleden uh, en vrij recent ook nog heeft gedaan, dan zou je juist heel veel van dat geld moeten stoppen in uh, research and development, zodat je ook met het oog op de toekomst, namelijk B, uh, daar de toonaangevende partij bent. Ja, maar je, dat. Op, op zich is wat u zegt is juist, maar je moet ook focus hebben. Dus alles wat je doet, moet je relatief groter worden. En als je in alle takken van sport wil doen, dus alle potjes... ah, denk ik dat Shell dat helemaal niet kan... maar dan heb je ook kans dat je overal... u had net over die matige golven, matige tennis... Ja. dat je alles een matig wordt, dat wordt geen succes. Dus je moet ook keuzes maken wat je, waar je dus eigenlijk over de hele wereld... dat heet dan best practices, kan doen... en waar je je technologie op kan inzetten. Ja. En ik denk... Ik weet het researchprogramma van Shell nu niet. Maar ik denk dat er heel wat geld in gaat om dat punt te bereiken. Ja, en de kritiek luidt dat dat natuurlijk veel eerder had moeten gebeuren. Ook gezien het feit dat ook bij Shell, maar ook bij andere uh, fossiele reuzen. Uh, het besef wel degelijk aanwezig was dat het klimaat aan het veranderen was. Ja, maar onderschat niet hoe hard ze nu gaan. Maar gedeeltelijk heeft u misschien een goed punt. Ja, ja vraagt u zichzelf dat ook wel eens af? Wat had ik anders kunnen doen als leider? Ja, dat vraag je ontzettend vaak af. En met, met wijsheid van achteraf is soms dat helemaal niet zo moeilijk te beantwoorden. Nee. Maar je, je, ik ga er altijd terug: waarom dachten we op dat moment dat? Dat vind ik eigenlijk een veel interessantere vraag. Want uh, die mensen die er nu zitten, die zitten voor dezelfde problemen. Ze hebben een hoeveelheid informatie. Hè? Ze moeten alles maar weer opnieuw keuzes maken. Ja. Daar gaat trouwens dat boek ook over. Ja. ja, zeker. Het boek gaat ook over de relatie tussen het bedrijfsleven en de overheid. Uh, de overheid is natuurlijk nu bezig met een heel transitiemodel. Het bedrijfsleven overigens ook. Um, als we van A naar B nu leggen op, uh, laten we zeggen, de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid en de doelen die de overheid stelt en de formulering van de weg daarnaartoe, hoe zit het dan met het leiderschap bij de overheid, vindt u? Uh, het eerste is, <kliek> indirect geeft het heel goed aan om die energietransitie een goed tempo voor elkaar te krijgen. Niet alleen in Nederland heb je heel veel samenwerking nodig tussen partijen. Je kan niet zeggen, nou, de overheid zegt, moet moeten energietransitie doen, Shell doet het met andere, of andere bedrijven. Want je hebt, denk maar even aan vergunningen op de Noordzee, zijn belangen van vissers enzovoort. Maar er en zijn dus ook, hoe je dus, welke eisen en standaarden je ja, aan nieuwe technologieën zegt. Maar denk ook aan de vraagkant, ja, als mensen gewoon benzine blijven tanken en ze blijven vliegen in vliegtuigen. Ja, dan zal het moeilijk worden om die energietransitie te doen. Dus het is een hele complexe samenwerking tussen partijen. En daarbij zit Nederland ook als internationaal land. Wij kunnen niet alles alleen doen. Dus je moet ook nog heel veel in Brussel uh, samenwerken. Dus hoe zit het met de Nederlandse overheid? Ik denk dat het best die doelen, daar is iedereen wel over eens. Dat die zitten in Europa. Dan zegt het bedrijfsleven, laten we nou niet harder lopen. Sorry, niet harder willen lopen dan de rest van Europa. Ja. En in dat kader moet je dus heel veel samenwerken. Daar is dus veel overleg nodig met ambtenaren ja. en, en niet alleen ambtenaren, maar ook met partners. Hoe je dus dat pad. Ik noem dat in het boek de Next Steps. Hè. Wat moeten ja. wij dus nu, nu doen om dat voor elkaar te krijgen. En dat eh, ik denk dat de, de, de samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven. kan nog best een stuk een tandje beter. Of noem je dat? Een tandje sneller? Ik weet niet wat de uitdrukking is. Nou ja, een stuk beter ja. en een, standje, een tandje sneller. Ja. Ja. En ja, in welk opzicht dan? Wat, wat zou je dan beter willen zien? Ik, ik denk, kijk, om heel goed samen te werken moet je een grote vertrouwen in elkaar hebben. En die, die overheid, die, het is niet zo dat de overheid het bedrijfsleven wantrouwt dat zou fout zijn maar de overheid krijgt natuurlijk ook de signalen uit die samenleving. Waar we het net over hadden, dat die grote bedrijven er niet zo goed op staan. Nee. nee. Ja, dus, en dat, in dat klimaat is het toch lastiger om die samenwerking snel succesvol te krijgen. Want het begint met vertrouwen, het begint met luisteren naar elkaar. Mm. Overigens gaat niet alles slecht. We hebben een paar jaar geleden die klimaatakkoorden gehaald. Mm. Nou, misschien moet daar een update voor komen. Ja, maar dat, dat had wel eigenlijk. Die, uh, die aspecten, hoe je met elkaar kan samenwerken per sector. Ja. Er zijn nu ook goede initiatieven. Ja, dat is bijvoorbeeld een initiatief van de minister of de regering... dat je eigenlijk kijkt naar de twintigste grootste CO2-uitstoters in Nederland. Ja. En dan probeer je dus een plan per uh, bedrijf... wat zijn bedrijven, per bedrijf te maken wat je kan doen. Dus het is niet zo dat het niet goed gaat. Er zijn allemaal ontwikkelingen... Je kan echter alleen afvragen, gaan wij snel genoeg om die Europese doelen te bereiken? En dan denk ik dat als je zou constateren... en er zijn heel veel mensen die dat denken... misschien gaan we niet snel genoeg... Mm. dan zit een gedeelte van de oplossing... dat de verschillende partijen, waaronder de overheid en de bedrijven... nauwer moeten samenwerken om te kijken hoe je het kan versnellen. Juist, dus u wil eigenlijk dat uh, het kabinet... Uh, de hand weer uitsteekt richting dat bedrijfsleven? Nou, en het bedrijf... Uh, ik, de, ik denk, je moet, de handen, uh, je moet met elkaar de handen schudden liever. Hè? Dus ja. het moet natuurlijk van alle kanten komen. Ja, maar dat is niet...